Makkie Lood 2025 hebben wij al in huis. 5 dagen geleden gezien op de preview van Gazelle. En wij hebben hem staan. En we gaan samen met jullie hem unboxen. Zo komt hij bij ons binnen. We gaan gewoon op ons gemak gewoon alles ervan afhalen. En gaan we met jullie doornemen. Wat dus het verschil is tussen de... Eigenlijk het vorige model 2023, 2024, want het was een doorlopend model. En wat er dan veranderd is met het nieuwste model 2025. Nou, mooi gepakt in karton. Ook ervan te maken een huisje. Dat heeft Gazelle trouwens erg leuk gedaan. Zo. Dus als jullie kinderen iets leuks willen hebben om te spelen, ga naar de lokale fietsenmaker en haal zo'n mooie kartonnen doos. Want hij zit er de uren mee zoet. Zullen we maar zeggen. Even kijken of ik hem er in één keer af kan halen. Nou, het eerste wat jullie al opvalt, is denk ik de kleur. De kleur was hiervoor was dit soort. En dan waren het met lichtgrijze accenten. Het frame was ook lichtgrijs. En nu allemaal eigenlijk mooi rustig zwart gehouden. Dat eigenlijk de accentkleur, deze kleur, die komt er veel mooier uit. En hij wordt ook veel rustiger weer van qua kleur. En ik persoonlijk vind het eigenlijk gewoon een hele mooie combinatie. Oh, mooi. Schermfolie. Leg allemaal even hier achter neer. Even kijken, misschien heb ik een mesje ook bij me. Door te snijden. En wat natuurlijk de grootste verandering natuurlijk van het vorige model is, maar dat jullie zo straks zien: het Bosch Smart systeem. Het zegt het al smart, het is een wat slimmer systeem. Is ook te connecten met je mobiel. En in de app van met je mobiel kan je dus eigenlijk verschillende dingen configureren aan het elektrische systeem. Dat is eigenlijk het grootste verschil met het vorige model. Ja. Nou kijk, dit doe ik nou met... Hij is gewoon wat rustiger, wat chiquer vind ik persoonlijk. En de accenten qua kleur natuurlijk hier, dat komt weer hierin terug ook. Ik zou wel even afhalen. Wat zit hier mee? Dat is gedaan. Je ziet meteen dat hij al standaard wordt geleverd met GPS Protected. Betekent dat hij ook standaard wordt voorzien van een... chip erin, nou, en dan kan je dus altijd lokaliseren. Dat is dus ook het vorige model. Kon je dus zeggen van ik wil hem met chip hebben en zonder. En nu wordt alles geregeld met chip erin. Is ook tegenwoordig wel eigenlijk een vereiste van deze prijs met de verzekering dat je eigenlijk altijd een GPS chip erin moet hebben. Gaan we even kijken bij het stuur. Zo, pijpjes los. Even kijken hoor. En je ziet meteen eigenlijk al de onder verschijnen. Dat vind ik wel heel erg mooi. Wat valt er van leer? Waanzinnig goed. Plak nooit. Het zit gewoon heel erg goed in de hand. En qua looks, ja, vind ik het ook gewoon goed. Nou. Langzamerhand hebben we een beetje ontdaan van alle verpakkingsmateriaal. En als je er eigenlijk omheen loopt, dan zeg je ja, dit is wel echt wel een hele mooie bakfiets. Mooie combinatie, goed over nagedacht. Fiets gewoon heel erg licht en soepel, is heel erg wendbaar. Dus door de bochten. Soms heb je met een bakfiets nog eens een keer dat je een bocht gaat en je hebt een soort doodpunt erin. Dat je denkt van, oeh, even oppassen. Nou,
Bij deze dus echt niet. Bij wijze van spreken, je kan bijna echt plat door de bocht gaan. Zou ik persoonlijk niet doen, maar je kan nog wel doen, want hij voelt gewoon heel erg stabiel aan. Het smart systeem. Daar wordt dus mee geleverd. Met een kleine display. We hebben de accu er nog natuurlijk niet in, dus ik kan niks nog even laten zien. Als je allemaal wil zien hoe dat werkt en zo, ja, dan kom je gewoon bij ons langs en kun je het uitleggen en je kan gewoon lekker met de fiets alles uitproberen. Dan pak ik wel even een flat sheet erbij. Best wel wat dingetjes op te noemen qua specificaties. Ja. En ik onthoud natuurlijk wel heel veel dingen, maar ik onthoud ook niet alles. Dus we pakken gewoon even de flat sheet van Gazelle erbij. Om aan te geven, de verlichting, de koplamp. Ik heb het plasticje nog niet eraf gehaald. Die is een versterkte koplamp met wel 60 lux. En 60 lux is echt voor een koplamp op een fiets echt. Geeft een hele grote lichtbundel af. Met andere woorden, je kan het gewoon echt heel erg goed zien. De meeste mensen vergeten wel eens te vragen, maar ja, hoeveel lux zit daar nou op? Wat kan ik daar nou mee zien? Wel echt belangrijk ook voor aanschaf van een andere fiets of elektrische fiets. Goed bekijken hoe de koplamp is. Want als je echt in het donker gaat fietsen, het is echt zo'n donker zonder lantaarnpalen. Dan ben je heel blij dat deze er op zit. De accu zit er nu niet in. Die is leverbaar in een 400 watt, 545 en een 800 wattuur. 800 wattuur, heb je dat echt nodig op zo'n fiets? Ik denk het niet, maar ja, die mensen die toch heel graag een accu willen hebben waar je heel weinig mee moet opladen, ja, is het natuurlijk wel heel erg handig. Maar je moet wel afvragen, heb ik het in de praktijk echt nodig, zo'n hele zware accu? Rijd hem wel echt wel vaak leeg, zo'n accu, om hem goed onder in conditie te houden. Maar goed, dat laten we uiteraard aan jullie over. Wij persoonlijk adviseren altijd een iets kleinere accu hebben, want omdat die dan sneller leeg wordt getrokken. En dan zie je ook dat die conditie van die accu gewoon heel lang stabiel blijft. Maar goed, tot 800 watt accu. Even kijken. Ja, Volvok heeft een veerweg van 70 mm. Nou, dat is voor zo'n volger heel erg veel. De meeste worden van dit soort bakfietsen worden eigenlijk ook geleverd zonder fin in de voorwiel. En je merkt zeker als er natuurlijk gewicht in zit, dan merk je echt dat die voorwiel ook echt wel heel goed zijn werk gaat doen. En dan merk je ook dat die daarom niet zo stabiel is. Dat ligt dus daar aan. Even kijken hoor. Banden, gewoon eigenlijk de CST-banden zitten erop. Gewoon goed met een brekerlaag erop. Ik had natuurlijk al verteld over het stuur en over het display. Wel echt wel kwamen ze voor de rem ook mee. Dit moet er gewoon op zitten. Er zit MVO traploze versnelling. Ja, fiets gewoon heel goed. Merk gewoon dat je gewoon onder het fietsen met elektrische ondersteuning kan je ook nog dus vertragen en versnellen. Dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. De motor, Bosch Performance Line motor. Ik weet niet of de cameraman het allemaal mooi kan zien. 75 Nm sterk, ja, dat is gewoon eigenlijk heel erg goed. Heeft hij ook echt wel nodig. Ja, even kijken hoor. Wat zijn er nog echt wel belangrijke details, specificaties? Maximaal toelaatbaar gewicht 250 kilo. Nou, dat kom je daar natuurlijk niet aan. Dat is wel handig. Er zit dus altijd een bankje voor twee personen. Twee kinderen kan hier een bankje voor worden gezet. Voor één persoon kan een maxi cozy drager erin. Ik werd even afgeleid door de cameraman die zei, ja, huis, ja, klopt. Je hebt inderdaad een
mooie regenhuis ervoor. Is ook wat echt aan te raden, zo'n fietskoop. Doe hem erbij, want je zal zien in de praktijk, echt gewoon heel erg handig. En de kinderen vinden het ook nog leuk, want ze zitten in een soort mooie tent. Maar dat zou echt een aanrader zijn. Maar je hebt dus een heleboel accessoires wat je erin kan doen, wat ik net noemde. Bankje, maxi cozy, houder. Nou, vergeet ik volgens mij nog één accessoire. Weet jij die toevallig? Afdekhoes. Afdekhoes, dat was hem voor in de tuin. En er wordt afdekhoes erover. Die heb je ook. Ja, ik vind hem echt wel heel erg leuk. Ik vind hem echt gaaf. Mooie kleuren, goed uitgedacht. Die stabilisatie, die stuurstang eigenlijk. Het stuurt ook gewoon heel stabiel. Je hebt dus niet wat ik net al zei, een soort doodpunt. Ook in het gewicht, maar ook in het sturen niet. Hij stuurt gewoon continu, heb je contact met het voorwiel. Echt goed over nagedacht, als je het mij zou zeggen. Ja, dit was het eigenlijk een beetje.